zijn voordelen van het leven op een schip? De voordelen zijn dat je heel erg vrij bent. Je kan gaan en staan waar je zelf wil. Ja. Wij hebben dan zelf hier ook geen eigen, we zijn zelf eigen baas. En je hoeft 's ochtends nooit naar je werk te rijden met de auto, dus je hebt ook nooit dat je in de file staat. Oké. Zijn er ook nog nadelen op het schip? Ja, die zijn er ook zeker. Dat als je bent vaak heel lang van huis af. Je ziet je vrienden en familie zie je gewoon heel weinig. En als je eens een keer naar huis gaat, dan moet je vaak wel heel lang in de auto zitten. Om op een feestje te zijn of bij verjaardagen te zijn. Dat wij vaak heel vaak gewoon heel ver weg zitten. Waar woon jij? Hier. Kijk. En heb jij dan ook nog een eigen kamer hier, Daan? Tijd. Dan meiden. Deze is oud. Dit is jouw kamer? Ja. Hier. Mijn papa betappen. Waar? En een wasje en nog een machine. Ja, en daar jongen. Nou, dit is het kloppende hart van het schip. We hebben hier een generatorset. Daar doen we onze eigen stroom mee opwekken. En dat hebben jullie thuis, is dat alleen maar wordt dat door de energiemaatschappij gedaan. En wij moeten dat zelf doen. Omdat we natuurlijk varen hebben waar geen kabel aan het schip vastzitten. Dan hebben we hier een hoofdmotor. Daar hebben we er twee van. En daar doen we het schip mee voortbewegen. Net als wat je normaal met een auto hebt, maar dan hebben wij twee motoren met een aandrijving met een schroef. Dat is een beetje hoe het gaat op het schip. Als je naar buiten kijkt, dan zie je de ladingzone van het schip. Dit is een vrachtschip. Nu zit er grind in. Meestal zit er kolen in of oud ijzer. We kunnen het niet afdekken, dus het is altijd lading die nat mag worden. We kunnen ook containers doen, maar ja, die worden natuurlijk hoog opgestapeld om zoveel mogelijk mee te nemen, tot 4 hoog. Om daar dan nog weer overheen te kunnen kijken en te kunnen varen. Ik heb het stuurhuis waar we nu in zijn. Ik heb 10 meter omhoog. Zodat we over de containers heen kunnen kijken. En hij kan ook weer zakken, anders zouden we niet onder de bruggen doorpassen. Nou, hij is nu 13 meter hoog vanaf het water. Hier wonen de matrozen. Spreekt voor zich. Zo, dan heb je een soort lus. Ja. Ja, en dan maak je een hele andere lus. Zo. Die doe je dan door die andere lus. En dan trek je hem aan. Zo, snappen jullie? Ja. Top, gaat het oké. Kunnen we pakken. Succes. Speciaal een kraan voor, zoals je daar ziet.
kunnen we met de afstandslinie kunnen we die bedienen. En dan hebben we onze met een triangelboom. Dan kunnen we de banden zeg maar aan de wielen van de auto doen. En dan kunnen we hem zo aan boord hijsen. One day I'll get fat and sit in my